Goedemorgen. Welkom aan de mensen die dat al zijn aangemeld. We gaan nog één minuutje wachten voordat we gaan beginnen aan het webinar tussen TCOG en Collect. Goedemorgen allemaal. Wel een goede opkomst. Altijd fijn. Zo, Albert, zijn we klaar? Zeker, laten we beginnen. Voilà, super. Kleine agenda. Natuurlijk de welkom, die hebben we al kort gedaan. Een paar huishoudelijke mededelingen. Het webinar wordt sowieso opgenomen, vanaf nu in ieder geval. De deelnemers zullen ook de opname krijgen om ze achteraf opnieuw te bekijken. Mochten er vragen zijn, kunnen die in de questions of in de chatbox gezet worden. Dan gaan we kijken als we ze tussendoor kunnen beantwoorden, gaan we dat doen. En anders gaan we ze sowieso behandelen aan het einde van het webinar. Dus blijf dan zeker volgen, ja, als je een vraag gesteld hebt. Want dan gaan we ons best doen om een zo goed mogelijk antwoord te geven. Het gaat in totaal ongeveer 45 minuutjes, maximum een uurtje duren om alles te doorlopen. Dus we hebben een introductie over TCOG, dan de integratie tussen iSuits en Collect. En dan even gaat Albert alles overlopen van wat Collect voor u kan betekenen voor uw B2B e-commerce strategie als fashion B2B of B2C bedrijf. Zo, TCOG, voor degenen die het niet kennen. Ik ben Laurens, verantwoordelijk voor de sales. En van Collect hebben we Albert. Even voorstellen kort. Zeker. Goedemorgen allemaal. Hartstikke fijn dat jullie de tijd en de moeite hebben genomen om hierbij aanwezig te zijn. Mijn naam is Albert Rinia, zoals jullie zien. Ik ben country manager voor Benelux en deels ook voor de dagregio binnen Collect. Verantwoordelijk daarbinnen voor nieuw business, dus voor het aansluiten van nieuwe klanten. Dat is eigenlijk in het kort over mij. Mooi. Ik ben Laurens, verantwoordelijk voor de sales in België. Vooral binnen TCOG in Nederland hebben we mijn collega Erik, die dat eigenlijk daar al een nieuw business realiseert. Naam over TCOG, voor degenen die het niet kennen, wij zijn actief in 3 landen, waar we in totaal 225 klanten hebben. 4 kantoren met hoofdkantoor in, administratief hoofdkantoor in Turnhout, België, dat is waar ik nu zit. En over die kantoren zitten een goede 100. Het zal iets meer zijn ondertussen medewerkers die dat al onze klanten ondersteunen in al hun problemen en hun groei en de automatisering van hun processen en systemen. We zijn een partner met Microsoft. Uiteraard voor het sterke basis van onze oplossing. En onder andere ook met LS Retail voor onze retail pakket. Wat we dus bij een mooi aantal klanten, hier een kleine uiteenzetting van de klanten in de fashion, een fashion B2B en B2C sector, waar we zeker een paar mooie referenties hebben samen met Collect. Die dus onze oplossing van Business Central en iSuits Fashion gebruiken. En dus voor een B2B e-commerce platform Collect. Wat zeker op dat vlak een leidende partij is, mag ik zeggen. En een mooie oplossing biedt om klanten van onze klanten goed verder te helpen. Heb jij nog een toevoeging hierover, Albert, bij deze klanten? Of? Nee, ik... Ik denk helemaal helder. Hè? Een paar van deze lijst zijn gezamenlijk klanten. Dus die gebruiken jullie ERP-oplossing. Ik denk goed om dat even te vermelden. De ERP-oplossing van TCOG, gebaseerd op Microsoft.
Is dan ook voor Collect weer de basis om, om aan de data te komen. Hè? Dus we halen de data uit het ERP-systeem. Vervolgens maken we de tools van Collect, waar ik later op terug ga komen, maken we werkend. Hè? Dus dat is eigenlijk de integratie en de connectie die we samen met TCOG hebben. TCOG voor het ERP, Collect voor alles op B2B wholesale gebied. Top. Ja, het fundament, zoals net al gezegd, van het ERP blijft Business Central, wat de meeste van onze klanten ondertussen ook gebruiken. Vroeger was het meer gekend onder de naam NAV of Navision, als we etelijke jaren teruggaan. Ondertussen is het wat gegroeid naar een moderne platform, wat heel schaalbaar is en ook heel veel integraties biedt met platformen zoals Collect. Bij ons dus Business Central is de basis. Dat bereiden we uit met of een retail oplossing voor onze klanten, die dat de focus hebben op de retail. Maar ook met onze fashion suite, It Suits Fashion. Voor de bedrijven vooral die dat deelnemen hier in dit webinar, die dat de focus hebben op de B2B fashion of fashion groothandel zijn. Kan ook allebei. Als je als B2B speler ook winkels hebt, kunnen we beide oplossingen integreren om eigenlijk een mooie, heel mooi ERP pakket te bieden. En daarbovenop heeft Microsoft uiteraard de Microsoft App Store, waar we ook nog een hoop applicaties hebben, waar onder andere ook It Suits Fashion in staat. Dus het is een volledige SaaS-ready app die dat wereldwijd kan gebruikt worden en eigenlijk gedownload in principe uit de Microsoft App Store. We hebben daar ook nog andere dingen, zoals een multi-company oplossing, een multi-company centralized logistics, buying groups, een integration manager om eigenlijk met een hoop andere oplossingen nog te gaan standaard integreren zonder dat er een berg maatwerk moet gemaakt worden of geschreven worden. Toevallig hebben we dus ook een app om te integreren met Collect, een standaard app, die eigenlijk de functionaliteiten mooi bij elkaar gaat brengen om zo een heel sterke oplossing van ERP tot uw B2B e-commerce platform te krijgen. Onze fashion oplossing biedt dus alle functionaliteiten die je als fashionbedrijf nodig hebt, die dat niet standaard in Business Central zitten. We spreken over seizoenen, collecties, stijlen, matrixen van uw maatbogen en dergelijke, zowel in TFP als op uw documenten, inkoopvoorstellen, prijscalculaties, prepacks, al die typische functionaliteiten die natuurlijk essentieel zijn om een fashion groothandelbedrijf goed te doen draaien en alles goed te kunnen opvolgen. En hier, die koppeling gaan we dus maken met Collect om ook uw e-commerce en uw platform naar uw eindklanten toe volledig te gaan integreren. Collect is een heel uitgebreid platform. Het kan zowel online als voor uw showroom, maar daar gaat Albert dadelijk sowieso veel meer van laten zien. Dit is dus een greep uit de functionaliteiten die volledig geïntegreerd worden. Dus, het is ook een API-integratie, dus het is een live-integratie tussen TFP en Collect. Waar dus wie die dat redelijk verregaand is, dus ook bijvoorbeeld uw future stock of uw stock to sell, kan je al gaan weergeven in beide platformen, wat natuurlijk wel een meerwaarde is als je die al wilt gaan verkopen voordat je die hebt liggen. Hey, Laurens, wellicht kort nog leuk voor het publiek om even uit te leggen waarom dat zo belangrijk is, hè? Moderne architectuur. Dat je bijvoorbeeld single source of truth, dat er real-time data-uitwisseling is. Kun je daar nog kort wat over vertellen hoe jullie dat vanuit de ERP-kant benaderen? Want dat is natuurlijk niet bij elk ERP-pakket mogelijk. Nee, klopt. Bij ons is natuurlijk alles op één plek te vinden. Wat natuurlijk een enorme meerwaarde is. En ook volledig geïntegreerd naar Collect. Het is redelijk uitgebreid. In de App Store, waar dat de app ook staat, kunnen we sowieso de integratiehandleiding gaan vinden, waar alles nog veel verder uitgelegd is dan dat we hier tonen natuurlijk. We hebben een beperkte tijd, maar als er nog vragen over zijn, schiet ze zeker door. Dan kunnen we eventueel een één-op-één sessie nog geven om daar wat meer info en wat meer inzicht in te bieden.
Dan ga ik stilletjes het woord overdragen aan Albert. Ik ga ook de camera uitzetten, zodat we in de opname een mooi beeld hebben van de demo die Albert gaat geven. Dat we niet opgesplitst zitten. Dus ja, Albert, laat u gaan. Ik ga nu de controle even geven over de presentatie. Dan kan je zelf klikken. Super. En ja, dan kan je nadien overschakelen. Als je gaat presenteren, laat het even weten. Dan maak ik u presenter. Voilà. Ja, oké. Okay. Wanneer ik naar de iPad-app switch, bedoel je? Ja, ja, klopt. Ja. Helder. Dankjewel, Laurens. Nogmaals een warm welkom aan ieder. Mooie gelegenheid om jullie Collect voor te stellen, mochten jullie het nog niet kennen. Ik zag al wat bestaande klanten ook in de webinar verschijnen. Dus voor jullie is het wellicht in ieder geval de introductie een bekend verhaal. Hopelijk natuurlijk ook de tools die ik laat zien. Next Level Digital Wholesale. Laurens, ik kan nog niet, even kijken, met klikken kan ik de slides aanpassen. Hè? Al gezien wel, ja. Ik heb u controle gegeven. Ik ben nog niet in staat om de... Ah, nu wel. Oké, even kijken. Ja, super. Dus ook van onze kant een korte agenda. Ik ga kort Collect even introduceren. Wie zijn we? Wat doen we? Maar ik wil het voornamelijk ook lekker praktisch houden, zodat jullie ook onze oplossingen goed kunnen bekijken. Dat zijn er drie. Een iPad-app, een B2B-shop en een digitale showroom. Ja, dat laatste helaas niet mogelijk om dat in een webinar goed weer te geven. Dus we vandaag focussen op de iPad-app en de B2B-shop. Uiteraard ook een stukje toegevoegde waarde. En er zijn meerdere aanbieders op de markt, daar zijn we ons bewust van. Maar wij denken wel dat we enkele voordelen hebben die ik graag tot slot wil bespreken. En natuurlijk ook, mocht je dat interessant vinden, ja, hoe ziet dan het vervolgproces eruit? Uiteraard kunnen we na de hand nog een persoonlijke demo inplannen, of kan ik bij jullie op kantoor langskomen om een en ander te laten zien. Maar ook denk ik goed om even een beeld te schetsen van hoe zo'n implementatie er nou eventueel uit zou komen te zien. Ja, dan Collect. Ik zit hier in Laren. Dit is ook de plek waar ons bedrijf in 2010 is opgestart. Destijds eigenlijk toen de iPad op de markt kwam in 2010, werd onze toenmalige oprichter helaas niet meer bij ons. Werd benaderd door een spijkerbroekenmerk. En eigenlijk was de vraag destijds van die persoon om de collectieboeken, de stijlboeken, om die te digitaliseren. Het kwam vaak voor met pre-ordering dat de stijls gecanceld moesten worden. Dan kon zo'n heel boek praktisch weggegooid worden. In ieder geval moest het opnieuw gedrukt worden. Dat kostte natuurlijk heel veel geld. Was toen al een thema om daarop te besparen, op de kosten. En dat wilde hij dus eigenlijk digitaliseren. Nou, ik vertel dat omdat dat eigenlijk belangrijk is voor fashionmerken, maar ook lifestylemerken. Dus we focussen op fashion. En alles wat daaraan gerelateerd is. Dus denk dan aan bodywear, sportswear, foodwear, dat soort categorieën die aanverwant zijn aan de fashion. Dat is belangrijk, denk ik, dat ik die achtergrond even schets, omdat je dat ook in onze software terug zult zien. Heb je een bodywear merk, dan is het natuurlijk belangrijk dat je een BH bijvoorbeeld in een matrix maatboog, dus een cupmaat, BCD, maar ook 70, 75, 80, dat het allemaal netjes in zowel het EAP van It's Good Fashion, maar ook in Collect, dat op een mooie manier en werkbaar voor jullie is. En dat is dus in onze oplossing het geval. Wij zeggen ook vaak dat we strategisch partner zijn voor merken. Dat houdt in dat je kunt beginnen met je eerste B2B-shop bij ons. Maar we hebben ook, ik zal het in de slide daarop volgend nog even laten zien. We zijn ook in samenwerking met grotere merken zoals Marco Polo, Gant, Superdry, dat zijn echt merken die op de hele wereld opereren. Die werken ook al een x-aantal jaar met ons samen, sommigen zelfs 8 à 10 jaar. En je weet dus eigenlijk dat je bij ons aan het goede adres bent voor die fashion-specifieke kennis en ook op lange termijn, mocht je in de toekomst bijvoorbeeld naar een digitale showroom willen. Nou, uiteindelijk bedienen we de markt met een drietal producten. Vandaag links onderin de sales applicatie. Die is ontwikkeld voor sales medewerkers en agenten, zodat ze digitaal een order kunnen schrijven in de showroom, op een beurs, met of ook zonder internet.
die staat vaak in verbinding met ons B2B portal, de B2B shop waarin retailers zelfstandig kunnen inloggen. Dat wordt ook steeds meer een self-service omgeving waarin ze facturen kunnen vinden, vorige bestellingen, maar ook media kunnen downloaden zoals foto's, video's van de bestellingen. Allemaal dat soort zaken die zitten bij ons in het B2B portal. Mocht je nou echt nog een stap verder willen gaan, we kunnen jullie showrooms, mochten die er zijn, deels digitaliseren. Laat voorop staan dat we niet geloven dat software het hele klassieke salesproces, om het maar even zo te noemen, over te nemen. Want ja, stoffen, materialen zal altijd nog belangrijk zijn. Zeker in een retail landschap zoals dat hedendaags zich voordoet. Hè. Mensen vinden het nog steeds belangrijk om stoffen te voelen, te ervaren. Maar je kunt het wel een stuk visueler en aantrekkelijker, denk ik, maken in de showroom. En misschien ook wel een deel van je samplekosten. Zou je op kunnen besparen met natuurlijk als oogpunt het milieu, wat natuurlijk een thema is wat steeds belangrijker wordt. Om je dan een indruk te geven van de klanten die we bedienen, hè, dus dat varieert eigenlijk van lokale merken, zoals bijvoorbeeld Filling Pieces, een mooi sneakermerk uit Amsterdam, maar ook meer global players, Marco Polo, Gen, Superdry, ik noemde ze al even. Daarnaast vermelden waar denk ik dat we met kleine 45 partners in de markt integraties hebben. Denk dan aan een ERP-pakket zoals TCOG. Maar ook steeds vaker zijn er PIM of DAM-systemen die gebruikt worden voor productdata bijvoorbeeld. En die kun je dan ook integreren met Collect, zodat de B2B-shop er ook zo mooi mogelijk uitziet. Wat is dan uiteindelijk wat Collect oplost? Ik denk altijd wel belangrijk om even te vermelden. Hè. Je kunt natuurlijk software ontwikkelen in een kelder. Hele slimme mensen doen dat vaak. Dan breng je dat op de markt en dan ga je kijken of dat aanslaat. Wij geloven daar niet in. Wij hebben veel interactie met merken in de industrie om ook onze software te optimaliseren. En op basis van die interacties weten we dat er gewoon eigenlijk binnen elk fashion of lifestyle bedrijf bepaalde uitdagingen spelen. Een paar daarvan op deze sheet. Ik zal ze niet allemaal in het kader van de tijd benadrukken. Maar het gebeurt gewoon vaak dat er tijdens een meeting met een retailer vragen komen van hey, we hebben die order nu afgewikkeld. Heb je ook even een line sheet? Dat ik visueel intern nog even wat kan laten zien wat ik ingekocht heb. Nou, voor zo'n line sheet zijn er vaak weer mensen in dienst die dat moeten maken. Kost veel tijd, is inefficiënt, want je moet na de tijd moet je weer goed opvolgen. We weten allemaal in de sales hoe lastig dat is. En bij dat soort dingen kan software helpen. Hè, dat het gedigitaliseerd kan worden, dat er geautomatiseerd een Excel-file, een CSV-file gemaakt kan worden, line sheet, idem dito. Daarnaast is een grote uitdaging dat retailers in de showroom komen. Het begint vaak met een kopje koffie, al snel duik je de rekken in. Op een gegeven moment liggen er 20, 30 artikelen op een tafel. Maar dat is eigenlijk soms helemaal niet hoe jij voor ogen had of het deel van de collectie wat jij had willen verkopen. Nou, dat is natuurlijk zonde, want vanuit een brand identity perspectief zeg ik maar even, hè, heb je natuurlijk een bepaald idee achter je merk, achter je collectie. En wil je ook dat het op een bepaalde manier in de showroom, of eigenlijk moet ik zeggen in de winkelstraten terechtkomt. Nou, daarbij kan software helpen, hè, dus de structuur van onze iPad-app is bijvoorbeeld gemaakt om te beginnen met een stukje storytelling, iets wat ons onderscheidt. Dus presenteer nou eerst even dat lookbook. Wat is het idee achter de collectie? Wat zijn de key looks, de key styles? Hoe wil je een merchandise module bijvoorbeeld, hoe wil je in de winkel eigenlijk dat jouw merk tot uiting komt? Als je dat bespreekt met zo'n retailer, dan creëer je denk ik een hele mooie band. Maar kun je ook bijvoorbeeld met een basisorder beginnen, in plaats van dat je een hele lange meeting gaat hebben waarin uiteindelijk een beetje de structuur mist. Nou, dat is uiteindelijk, denk ik, wat we voornamelijk oplossen. Ik noemde het ook al samplekosten. Het is natuurlijk belastend voor het milieu, maar kost ook veel geld. Je kunt dat deels digitaliseren met een iPad-app en een digitale showroom. Ik denk ook zeer interessant om in overweging te nemen in elk geval. Nou, ik noemde het al kort even, hoe lossen we dat dan op? Dus deze uitdagingen, wij geloven dat het visueel ook in de B2B belangrijk is dat het er aantrekkelijk uitziet. Op al die touchpoints die je met je klanten hebt, dus of het nou Instagram, alle socials is of een B2C shop, maar ook retailers die in een B2B shop komen, op al die touchpoints wil je uiteindelijk wil je er goed uitzien, moet het aantrekkelijk zijn en gebruiksvriendelijk. Ik denk dat onze software daar heel erg goed in is. Maar de data moet ook aan de achterkant. Dus het kan aan de voorkant mooi uitzien, maar het moet ook smooth werken.
En daar komt een TCOG dan om de hoek. We hebben een state-of-the-art integratie hebben we met elkaar ontwikkeld op basis van SaaS-technologie. Single source of truth geloven we in. Dus in een perfecte wereld, maar dus als je met TCOG samenwerkt, vul je dat ERP-systeem goed. Heb je al je productdata daarin zitten, foto's, video's, maar ook voorraadlevels bijvoorbeeld. Als dat in het ERP-systeem goed gevuld is, dat wordt naar collect gestuurd en alles aan de voorkant. Bijvoorbeeld een stokniveau in de B2B-shop is ook goed zichtbaar voor de retailer. En dat kan op een soepele manier besteld worden. Nou, dan kort nog even over de oplossingen die we vandaag gaan bespreken. Als je met Collect samen gaat werken, dan is het eigenlijk vaak zo dat je met de iPad-app en de B2B-shop gaat werken. De iPad-app is voornamelijk in een pre-order seizoen natuurlijk belangrijk voor de agenten en de salesmedewerkers die de orders schrijven. Maar goed, het gehele jaar kun je vaak ook een nieuwscollectie bijvoorbeeld bestellen. Of een stockcollectie die ter beschikking stelt. En dat gebeurt dan in de B2B-shop. Het hele jaar door kun je de tools inzetten en gebruiken. En op die manier kun je eigenlijk een hybride manier van werken kun je implementeren. Waar natuurlijk persoonlijk contact met je retailers nog steeds belangrijk is in de showroom. Maar als zo'n retailer naar huis is, moet er ook een goede omgeving zijn in jullie eigen branding. Waar retailers foto's kunnen vinden, facturen kunnen inzien en dat soort dingen. En daar is dan de B2B-shop natuurlijk voor. Zoals al kort gezegd, salesapplicatie gaan we vandaag behandelen en de B2B-shop. Uiteindelijk wat de toegevoegde waarde is, ik hoop dat jullie dat straks ook zullen beamen. Maar wij denken door middel van het gestructureerde assortimenten opbouwen, een order op een gestructureerde manier doorlopen met je retailer, maar ook op een visueel aantrekkelijke manier, zal uiteindelijk leiden tot grotere orders en kostenreductie. En daarnaast kun je natuurlijk genieten van de 450, ondertussen zijn het na een merger met een Franse partij bijna 750 merken die met ons samenwerken. We doen daar veel co-development mee en al die voordelen die we uiteindelijk uit die samenwerking halen, die krijg je als je met Collect samenwerkt, omdat het een SaaS-oplossing is en we continu onze oplossing natuurlijk ook weer beter maken. Even kijken, het is een goed moment. Laurens, volgens mij moet jij dan weer even iets doen zodat ik kan presenteren. Ja. Dan begin ik even met de sales app. Ik ga u presenter maken, dus het scherm gaat even wegvallen. Maar dan moet jij even delen en dan hebben de deelnemers terug beeld hopelijk van jouw iPad app. Ja, als het goed is, voilà. Ben ik nu weer zichtbaar met de sales applicatie. De sales applicatie, dat is... Nog niet, je bent nog niet aan het sharen, denk ik. Nee, even kijken, dan moet ik even... Show my screen. Maar, dan moet ik... Je screen share van iPad, yes, nu zijn we. Zo. Nu zie jij wat we moeten zien, Laurens. Ik zie wat we moeten zien. Super. Dit is de iPad-app waarmee ik begin. Zoals ik zei, die werkt uiteraard met internet, maar ook zonder internet. Ben je dus bij een klant of een beurs bijvoorbeeld. Je kunt er alle tijden een order schrijven. En die oplossing wordt natuurlijk voornamelijk door agenten of salesmedewerkers gebruikt. Bovenin heb je de beschikbare collecties. Dat kunnen pre-order en stockcollecties zijn. Die selecteer je natuurlijk als eerst, waarna je links onderin, ik zal mijn cursor gebruiken zodat jullie goed mee kunnen kijken wat ik doe. En dus op basis van alle informatie in het ERP-systeem ontvangen we jullie producten, jullie klanten. De klantenlijst die is dan beschikbaar. Dit is overigens allemaal demo data, dus ja, ik mag dat allemaal laten zien. Voor het verhaal gebruik ik even de Bijenkorf als potentiële retailer die bij mij in de showroom komt, die ik een order wil schrijven. Je ziet het, dus bepaalde afspraken die we met de Bijenkorf hebben, een budget bijvoorbeeld wat we afgesproken hebben, maar ook payment terms, kortingen die op de collecties gelden, alles kun je hier inzien. Als je doorscrollt kun je eventueel ook nog een verzendlocatie aanvullen of wijzigen mocht dat nodig zijn. Na het selecteren van de klant is het juiste deel van mijn collectie ingericht. Hè? Dus mocht je niet aan elke klant de gehele collectie willen verkopen, ja, dan kan dat ook bij Collect. Bij het selecteren van de klant
laten we automatisch alleen de artikelen zien binnen de collectie die voor deze retailer zichtbaar mogen zijn en dus verkocht mogen worden, maar natuurlijk ook de juiste prijzen. Op het moment dat ik de klant heb ingeladen, kan ik een bestelling gaan schrijven. Zoals ik al zei, wij geloven in een stukje storytelling, een visuele manier. Je zou dus kunnen beginnen, hè, onderaan is je toolbar, daar heb je eigenlijk de dingen die je zou kunnen gebruiken. Lookbook is daar één van. En dus dit is een vrij basic lookbook met wat key styles, key looks. Je kunt hier ook beginnen met een stukje DNA over je merk of over je collectie, hoe het tot stand is gekomen, de kleuren, inspiratie, allemaal dat soort dingen. Vervolgens ga je door de key looks, de key styles heen. Als ik daarop klik, dan heb ik als salesmedewerker de mogelijkheid, als mijn retailer dit interessant vindt, om dit gelijk in mijn winkelmandje toe te voegen of als favoriet te markeren. Aan het eind kan ik dan al mijn favorieten importeren, zodat ik snel eigenlijk de order kan schrijven die ik wil schrijven. Het is geïntegreerd dus met orderen. Het is niet alleen iets leuks laten zien. Als er interesse is, kun je ook gelijk dit toevoegen aan je winkelmandje. Nou, het tweede wat interessant is, denk ik, we gaan natuurlijk met z'n allen steeds meer naar een data-gedreven wereld. Ook daarin lopen we denk ik voorop. Dus je kunt, als je hier rechts onderin naar analyse gaat, heb ik van, dus ook weer data die uit het ERP afkomstig is, heb ik van voorgaande seizoenen natuurlijk ook orders geschreven. Die data heb ik allemaal inzichtelijk in mijn sales-applicatie. In dit geval, fall-winter 2021, ik ben hier in de midden, kan ik zien dat er voor €10.000 aan pre-orders is geschreven, maar er is ook voor 20% op eigenlijk de voorraad geleund. Nou is het mooi als de voorraad beschikbaar is, maar als dat niet is, ja, dan is het zonde, want dan had je bestellingen misgelopen. Nou, deze data-gedreven manier geeft jullie, binnen jullie verkoopteams, agenten, eigenlijk een krachtige tool om te zeggen, hey, je hebt voor 20% op de voorraad geleund. Als je erop klikt, kun je overigens ook zien wat voor producten dat dan zijn. En dan zie je in één oogopslag eigenlijk of dat broeken of truien zijn bijvoorbeeld en in wat voor kleuren. Geeft jullie de tool om een grotere pre-order in dit geval te kunnen schrijven en dus onderbouwd. Nou, vervolgens, je kunt ook, dat is eigenlijk hoe je een meeting kunt voorbereiden, kunt starten. Je kunt natuurlijk ook op een meer traditionele manier door zo'n collectie heen. Als ik dan collectie klik, het is afhankelijk van hoe je werkt. Hè, als je een merk hebt met zowel man als vrouw, is het eerst onderverdeeld in man en vrouw. Je kunt ook gelijk naar de categorieën toe als je dat zou willen. Of je zegt, ik negeer die categorieën en ik wil gewoon een overzicht hebben van alle producten die ik beschikbaar heb. Dit is dan een lijst met alle producten. Je ziet, ik kan vanaf deze pagina kan ik al favorieten markeren. Ik kan hier links onderin producten snel zoeken op basis van artikelnummer, zodat je niet een hele lijst door hoeft. En ik kan natuurlijk ook filteren. Dus ik zeg, ik wil filteren. Dat kan op seizoen, op maat, op kleur. Dus je kunt allerlei filters invoeren om snel eigenlijk bij het assortiment te zijn. Een deel van het assortiment waar je wilt zijn. Nou, nu zie je wellicht al op deze pagina's. De hartjes zijn duidelijk zichtbaar. Maar ik heb hier ook rode bolletjes heb ik bij bepaalde producten toegevoegd. Ik heb eigenlijk even als case gepakt dat de Bijenkorf vandaag langskomt. En die heb ik eigenlijk een voorgeselecteerd productassortiment die ik wil verkopen. Die heb ik even gemarkeerd met rode bolletjes. Als ik daarop filter, dan heb ik dus alleen de rode bolletjes zichtbaar. Dat noemen we sticky notes. Laat ik zo nog even zien. Dit zijn de producten waarvan ik zeg, hey, dit is voorgeselecteerd. Die wil ik dat in dit geval de Bijenkorf van mij afneemt. Zodat ik alleen dit productassortiment bespreek met mijn klant. Daardoor niet te veel tijd verlies. Als ik dan naar zo'n product ga, dus die sticky notes, die heb ik hier. Die kan ik dan swipen, kan ik bij een product zetten, zodat ik als reminder heb van, hey, als deze retailer bij me op bezoek is, moet ik deze producten even pitchen. Kleurvarianten zijn beschikbaar hier rechtsbovenin. Klantspecifieke prijzen uiteraard. Als ik omhoog swipe, heb ik ook de productinformatie, die ook overigens uit een PIM-systeem afkomstig kan zijn. Wil ik dit product bestellen, ga ik hier rechtsonder naar voorraadorder. Als het een pre-order betreft, staat daar natuurlijk pre-order. Logica blijft hetzelfde. Ik vul de maatboog in. Ik hoef verder niks te bevestigen. Hij zit nu al in mijn winkelmandje. Rechtsbovenin kan ik ook de voorraadniveaus nog even laten zien. Zodat ik precies inzichtelijk heb hoeveel ik daadwerkelijk aan deze retailer kan verkopen. We kunnen bij Collect werken met verschillende levenblokken. Of drops, dus mocht het product in verschillende levenblokken beschikbaar zijn, kan ik tegelijkertijd
dit product al bestellen in de levenblokken. En ik zou ook, als een winkelier meerdere filialen heeft, tegelijkertijd voor shop 1, wellicht een wat kleinere winkel, 111 volstaat als maatboog. Of ik kan tegelijkertijd voor de grotere winkel grotere aantal invullen, waardoor ik tegelijkertijd twee orders aan het opbouwen ben en dus snel aan het einde van de rit twee orders kan afwikkelen. Nou, dat over het samenstellen van het assortiment. Als je naar rechts swipt, kom je in de order. En dus bovenin zie je de klant die geselecteerd is aan het begin. Je ziet de producten die toegevoegd zijn, de maatbogen die zijn ingevuld. We zouden door kunnen scrollen en natuurlijk dus als je aan het einde bent, hij geeft nog even van deze order, geeft hij eigenlijk een balans weer. En voornamelijk in de body fashion is het bijvoorbeeld ook belangrijk dat de verhouding tussen de tops en de bottoms een beetje in verhouding is. Dat laat hij hier grafisch allemaal zien. Nou, ben je samen overeengekomen dat het de order moet zijn, kun je hem tekenen. De juiste bestelvoorwaarden die hangen eraan, die worden ook automatisch verstuurd. Linksbovenin kan ik de order plaatsen. Maar ik kan ook zeggen, ik wil dat eerst met Marie delen, wil ik dat delen. We hebben hier 40 templates beschikbaar. En dus ik noem dat in het begin al even. Mocht je nou Duitse retailers bijvoorbeeld hebben die een CSV-file of een Excel-file willen hebben. Geautomatiseerd kan onze software het allemaal voor je opstellen. Dan met EAN-codes, zonder EAN-codes, met foto's, zonder foto's. Automatisch genereert de software het document. Dat kun je in de tweede kolom hier bij View, ik laat jullie het nu even zien, maar je kunt het natuurlijk ook gelijk mailen. Per mail kun je dan die templates allemaal naar de retailers toesturen, zodat je naderhand geen werk meer daarvan hebt. Ik laat jullie even één voorbeeldje zien, om te zien eigenlijk wat de kosten en tijdbesparing kan zijn voor je bedrijf. En ik pak in dit geval even een Excel-file. Wordt best nog vaak manueel opgesteld. In dit geval moet die even laden, omdat ik vrij veel artikelen in mijn winkelmandje heb gezet. Dus dit is op basis van al die producten in mijn winkelmandje. Maakt hij dus een Excelletje met de foto's, alle productinformatie en natuurlijk de prijs en de maatbogen. En deze kan ik dus geautomatiseerd per mail, kan ik met één druk op de knop, kan ik aan mijn retailer toesturen. Scheelt een hoop tijd, hoop geld. Ik kan er eventueel nog een berichtje bij doen. Van heel leuk dat je er was hier bij het Excelletje wat ik je had beloofd. En naderhand heb ik geen tijdverlies meer op basis van de meeting die we gehad hebben. Dus ik kan hem per mail toesturen en vervolgens kan ik mijn order afwikkelen. Dit is in het kort de iPad-oplossing. Ik stel voor dat ik weer even switch, dan laat ik jullie ook de integratie zien met de B2B portal. En dus die order die ik net eigenlijk gemaakt heb, die kan ik ook als ordervoorstel toesturen naar mijn retailer. Zodat de retailer zelfstandig dit in de B2B shop kan bekijken en kan afwikkelen. Even kijken, dan ga ik weer even naar mijn laptop toe. Even kijken, ik zie mijzelf niet. Als het goed is, Laurens, zou jij dat kort kunnen bevestigen? Zie jij de B2B login, hè? Ja, klopt, helemaal. Super. Goed om te weten, op basis van al die samenwerkingen die we hebben, hebben we een best practice template beschikbaar. En dus je hebt bij ons niet hoge designkosten voor je B2B shop. We hebben eigenlijk op basis van de standaard al een heel mooi visueel template beschikbaar. We passen uiteraard de kleuren, de lettertypes, foto's, plaatjes passen we voor je aan, zodat het in jullie eigen branding er goed uitziet. De shop wordt standaard in 10 talen ondersteund die hieronder te selecteren zijn. En dit is dus de omgeving, even voor de duidelijkheid, waar een retailer, dus ook in het weekend, ter alle tijden gewoon op de URL kan klikken en kan inloggen om een nabestelling te plaatsen. Maar tegenwoordig natuurlijk ook wordt het vaak ingezet om een pre-order te schrijven. Dus dit is de omgeving. Stockcollecties, pre-order collecties kunnen weer zichtbaar worden. Je kunt een filmpje toevoegen voor een nog mooiere uitstraling. Vervolgens kun je de collectie aanklikken. Ik pak in dit geval weer even dezelfde stockcollectie met de bijenkorf als klant. Je landt bij de categorieën, afhankelijk weer van hoe je dat hebt ingericht, worden je productgroepen hier zichtbaar gemaakt.
En man, vrouw, ik kan weer doorklikken naar de desbetreffende categorieën. En uiteindelijk land ik in een B2C-achtige omgeving. Met links het filtermechanisme, de producten rechts in beeld. En kan ik eigenlijk met een paar drukken op de knop kan ik een order ingeven. Leuk om te vertellen, we geloven dus dat het heel erg B2C moet zijn dit. Zodat een retailer ook snel bekend is. Ik denk dat de gemiddelde retailer wellicht 45 à 50 jaar oud is. Dus ja, het is zo belangrijk dat de B2B-omgeving, dat die gebruiksvriendelijk is. En dat je gemakkelijk een order kunt ingeven. Daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Vanaf deze pagina kan ik weer favorieten markeren of ik voeg producten gelijk aan het winkelmandje toe. Zoals in de B2B of zoals in de iPad-app heb ik ook hier alle productinformatie beschikbaar. Dus materialen, composities. Ik kan een product vergelijken als ik zeg ik wil dit jasje bijvoorbeeld vergelijken met een ander soort jasje. Dan kan ik deze beide aan een vergelijk toevoegen. En kan ik materialen, prijzen, ik kan alles vergelijken wat ik maar wil. Waarna ik natuurlijk de keuze kan maken voor welk jasje ik uiteindelijk zou willen gaan. Als we dan doorklikken, komen we in het bestelrooster terecht. We kunnen hier eigenlijk heel eenvoudig een maatboog invullen. Ik doe even 111 in dit geval. Ik kan de maatboog kopiëren, mocht ik ook de andere kleurvariant in dezelfde hoeveelheid willen bestellen. Zodat ik snel de maatbogen kan invullen en dit aan mijn winkelmandje kan toevoegen. Als ik doorscroll, related items. Op basis van een algoritme kijken we binnen de collecties wat er bij dit product goed past. En dus gerelateerde jassen worden hier ook weergegeven. Natuurlijk voor een stukje cross- en upsell. Zodat er uiteindelijk een grotere order geschreven kan worden. Nou, hier rechtsbovenin. Dus deze heb ik nu aan mijn winkelmandje toegevoegd. Als ik hier rechtsbovenin op het winkelmandje klik. Zie ik nog even het overzicht van alle artikelen die ik in mijn winkelmandje heb geselecteerd. De maatbogen kan ik natuurlijk nog aanpassen. Ik kan eventueel een bezorgdatum invullen voor een stockcollectie. En als ik doorscroll helemaal naar beneden, je ziet hier overigens korting, hè, dus je kunt ook als salesmedewerker of als agent kun je vanuit de B2B shop werken, dan zou je nog manueel korting kunnen toevoegen. Een retailer ziet dat uiteraard niet. Als ik doorscroll, totale waarde van de bestelling, speciale afspraken die gemaakt zijn tussen u als merk en de winkelier worden hier netjes weergegeven. Mochten er meerdere carriers zijn waarmee het product verstuurd kan worden, kun je dat ook nog ingeven. Vervolgens kun je, en met instemming dus automatisch van de algemene voorwaarden, kun je dat bestellen. Waarna de bestelling netjes in het ERP, in dit geval van It's Foods Fashion, van de TCOG-omgeving landt. Nou, ik noemde het net al even. Ik zou vanaf mijn iPad, bijvoorbeeld als voorstel voor een nabestelling, kan ik een ordervoorstel klaarzetten voor mijn winkelier. Ik maak een mailtje vanuit de iPad-app. Hey, er staat een bestelvoorstel voor je klaar. Kijk even in de B2B-shop. De winkelier logt hierin. Ziet hier dat in dit geval mijn collega Robert een bestelvoorstel klaar heeft gezet. Ik kan die importeren in mijn winkelmandje. Of ik kan hem toevoegen aan mijn huidige selectie die al in het winkelmandje zit. En ik kan dus die maatbogen invullen. Een mooie manier om aan cross- en upsell te doen. Nabestellingen om dat te bevorderen. Maar natuurlijk ook om een pre-order klaar te zetten. Op basis van een assortiment wat jij graag zou willen dat je retailer bij jou afneemt. Nou, dat gezegd hebbende, tweede functie, voornamelijk de functie naast het schrijven van orders, is natuurlijk dat dit een self-service omgeving is waar retailers allerlei zaken terug kunnen vinden. Dus in het besteloverzicht kun je al je bestellingen inzien. Als ik naar het menu ga, heb ik hier orderbeheer. Hierin zie ik alle bestellingen die ik gedaan heb in het verleden. Ik kan ze weer opnieuw importeren in mijn winkelmandje als ik dezelfde bestelling weer zou willen plaatsen. Ik kan zeggen, ik wil bijvoorbeeld van deze bestelling wil ik een orderbevestiging wil ik downloaden. Een line sheet, een Excel of een CSV-file. We bieden ook een add-on aan waarmee je eigenlijk je media content ter beschikking kan stellen. Met één druk op de knop kan ik als retailer zijnde dan al mijn foto's en video's van de bestelling downloaden. En hoef ik niet meer door een Google Drive menu... Een retransfer hoef ik niet meer te genereren als merk zijnde. Scheelt een hele hoop tijd aan de merkenkant. En als retailer zijn er natuurlijk ook, omdat je gelijk al je productinformatie op je laptop kunt opslaan en weer kunt gebruiken, bijvoorbeeld op je eigen website. Nou, als we het menu dan even doorlopen, rechtsbovenin de eerste looks. Dus je kunt
lookbooks koppelen kun je aan je collecties, net zoals op de iPad app, zodat ook ja, volledige styles met één druk op de knop eigenlijk besteld kunnen worden. En deze producten kan ik gemakkelijk aan mijn winkelmandje toevoegen. Categorieën spreekt voor zich, land ik weer op de categoriepagina. Ik kan overigens ook hier linksbovenin kan ik snel navigeren als ik naar producten, categorieën wil. Je ziet, de shop is super snel. Ik kan binnen mannen en vrouwen, binnen de categorieën, kan ik snel naar een desbetreffende categorie klikken. Dus die toolbar bovenin heeft ook een gebruiksvriendelijke functionaliteit dat ik snel ben waar ik moet zijn. Nou, favorieten, hè, dus gaandeweg in het hele proces heb ik wellicht favorieten geselecteerd. Die kan ik hier snel terugvinden, waarna ik ze met één druk op de knop allemaal naar mijn winkelmandje kan toevoegen. Downloadbeheer, dit is de sectie waar jullie als merk zijnde of als distributeur ja, allerlei materiaal ter beschikking kunnen stellen wat retailer mogelijk maar nodig zou kunnen hebben. Denk dan aan presentaties over jullie merken, maar ook aan style guides, fit guides, logo's voor op de website. Kan allemaal geüpload worden. Stylebooks kunnen allemaal gedownload worden, zodat ze daar niet meer voor hoeven te bellen en te mailen. Je wil natuurlijk niet al het contact met je retailer vermijden. Het is sterker nog heel leuk natuurlijk om contact te houden met je retailer. Maar voor een Excelletje of voor een style guide, waar die nou ook maar weer stond. Dat soort mail- en belverkeer, dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk vermijden. Nou, ordevoorstellen hebben we behandeld. Tot slot, facturen. Alle facturen kun je ook aanleveren. In de koppeling met TCOG is dat allemaal, is dat natuurlijk allemaal geautomatiseerd. En kan ik hier als retailer al mijn facturen inzien. En hier rechts zou ik ook een PDF kunnen downloaden, zodat ik ook niet meer voor de facturen hoef te bellen of te mailen met de finance afdeling. Nu bieden we nog, tot slot, en dan is mijn tijd ook op, denk ik. Bieden we nog de functionaliteit om een CMS-module af te nemen. Dat houdt in dat je het menu kunt personaliseren. Dus je kunt bijvoorbeeld linken naar je supportportal, zodat een ticket ingeschoten kan worden voor jullie supportafdeling. Maar je kunt ook linken naar een externe omgeving, Google Analytics bijvoorbeeld, of over een sustainability pagina die jullie beschikbaar willen stellen voor je retailer. Daarnaast kun je op allerlei pagina's verschillende banners toevoegen voor nog een mooiere branding binnen die collecties. Dus eigenlijk deze banners. Je kunt het zo visueel en zo aantrekkelijk mogelijk maken als je dat zelf wilt. Ja, om die ervaring zo goed mogelijk te maken voor de retailer. Even kijken. Dit was het wat betreft ja, de oplossingen van Collect. Ik ga weer even terug naar Laurens, denk ik, voor de presentatie. Dan kunnen we nog even een stukje Q&A doen. Dan geef ik het stokje weer even over aan Laurens. Goed, ja, ik ben even aan het kijken in de Q&A-box of de chatbox. En voorlopig is er eigenlijk weinig of niets, eerlijk gezegd, meteen binnengekomen van vragen. Dus ik weet niet. We hebben een mooie Q&A-slide klaarstaan, maar ik denk dat alles redelijk duidelijk is dan, of dat de vragen nog zullen komen. Die kunnen sowieso gestuurd worden naar mij, Laurens of lvh.tcg.be. Ik zie dat we het hier niet op hebben staan, maar misschien kunnen we het in de mail nog wel bijvoegen, de contactgegevens van mij en Erik, voor vragen. Want we hebben nu een mooi beeld gekregen van wat Collect doet als platform, maar natuurlijk hoe het binnenkomt in het ERP hebben we nu niet kunnen tonen of niet getoond. Wil je dat zien, kunnen we natuurlijk organiseren. We kunnen dat zeker tonen in een demo-omgeving, hoe dat orderen van het Collect zijn in de iPad-app of in het webplatform, de B2B-webshop, binnenkomt in It Suits Fashion om dat eigenlijk verder te gaan afhandelen. Dus dat kunnen we zeker organiseren. Voor de rest, ja, ik denk dat we een mooie uiteenzetting hebben gegeven, Albert. Ik heb geen verdere toevoegingen buiten dit. Dus dan wil ik zeker iedereen bedanken. En u ook, Albert, voor uw tijd en de presentatie te geven. Uiteraard. Zijn er overigens vragen? Want ik... Er is niets binnengekomen. Ik heb zelf geen vragen. De deelnemers hebben ook niets ingevuld in de question box. Dus, Helder.
Ja, goed. Dan nog een paar afsluitende woorden ook van mijn kant. Inderdaad, enorm bedankt dat jullie de tijd hebben genomen om even naar ons te luisteren, om kennis te maken met ons. Denk je nou, hé, dat is best interessant. Voeg mij gerust even toe op LinkedIn. Albert Rinia is mijn naam. Dan plannen we samen eventueel een demo in. Mocht je nou interesse hebben in de digitale showroom bijvoorbeeld ook, dat laat ik je graag nog op een goed moment bij jullie op kantoor nog een keer zien. Of online. Plan gerust even een meeting met mij in. En ook als er natuurlijk vragen zijn. Ook namens Collect heel erg dank aan TCOG. Gewaardeerd partner van ons. Fijn dat we op deze manier de gezamenlijke oplossing aan onze klanten en prospects hebben kunnen laten zien. Enorm bedankt. Absoluut. Absoluut. Zeer goed. Ja, dan denk ik dat we de mensen verder gaan laten gaan met hun werkdag. Iedereen heeft druk genoeg, denk ik. Dus dan gaan we zeker afsluiten. En we horen jullie graag. De opnames en zo zullen verzonden worden, vermoed ik, na de middag. Dus kunnen jullie die deze avond of van het weekend eens op jullie gemak nog eens herbekijken. Er komt een dankwoordje binnen van een van de deelnemers. Dat is altijd fijn. Dankjewel, Martijn. Super. Voilà. Dan gaan we afsluiten. Tot de volgende, Albert. Het was weer een genoegen. Oh, wederzijds. Is die wel een vraag? Ah nee, het is geen vraag, sorry. Dat was het dankwoord. Goed. Nogmaals dank allen ook voor de aanwezigheid. En hopelijk tot snel dat we elkaar in person kunnen ontmoeten. Fijne werkdag nog en tot snel. Tot ziens. Dag. Jij bent er nog, Laurens, of niet? Ja, de deelnemers ook. Maar hoe kan ik nu stoppen?